De achtste editie van de Sportkrachel voorheen de Sportnacht gaat dit jaar plaats in de Liberale Kring aan de Dreefstraat in Nienhoven. De ruim 200 aanwezigen hoorden toespraken aan van sportraadvoorzitter Chris Engels, sportschepen Mark Torkes en van burgemeester Tanja de Jonge. De sportlaureaten kwamen natuurlijk vooral voor de toekenning van de verschillende prijzen. De presentatie kwam van de ervaren Chris Baert en de muziek uit de handen van Lady and the Tramps. Ik ben ervan overtuigd dat de toekomst van de sport in Nienhoven veelbelovend is. En ik kijk dan ook rekhalzend uit naar de voortzetting van ons gezamenlijk streven naar een stad waar sport een centrale rol speelt. Hoe gaat de werking nu verder gaan naar volgend jaar toe? Wel dus, net zoals bij de gemeenteraad zijn wij ook ontslagnemend nu. Dus dat betekent dat we nu overgaan in lopende zaken. Ik denk 27 maart dat we dan opnieuw een herinstallatievergadering hebben. Dus ondertussen, dat wij in lopende zaken zijn, gaan we natuurlijk een onderhoud vragen met het nieuwe stadsbestuur om te kijken van oké, hoe gaat het nu verder met de beleidsvisie rond sport, naar de budgetten toe ook voor de verschillende clubs, de betoeging van de sportraad en dergelijke meer. Dus we moeten allemaal kijken dat dat toch in orde blijft en komt, zodat de sport zeker niet het kind van de rekening wordt in Nienhoven. Goedenavond, we staan hier bij ons met judoka Ilse Geil uit de Heerlberg, heb ik zo net vernomen. Ilse, hoe gaat het ermee? Bij mij gaat het goed, ik ben afkomstig uit Antwerpen, maar ik woon al heel wat jaren in Geerlbergen. En hoe was het om hier mogen naar Nienhoven te komen? Kent u het een beetje, Nienhoven hier? Ja, ik ken Nienhoven heel goed. Ik kom hier heel regelmatig. Geerlandsberg is ook vlakbij. Ik maak ook heel veel gebruik van de sporthal, van de judozaal, om daar lessen te geven. Dus ja, het was wel een leuke avond. U was een beetje eregast vanavond hier, tezamen hier met de Sportkrachel. Wat vindt u persoonlijk zelf van zo'n initiatief van de stad, zo'n Sportkrachel? Ik vind eigenlijk alle kampioenenverenigingen overal in het land zijn eigenlijk wel heel positief. Ja, dat stimuleert de jongeren om te blijven sporten en om toch te geëerd te worden, is wel een leuke verdienste. Luc Sevelé, 41 jaar lid van de Sportraad en gaat afscheid nemen blijkbaar. Ja, ik ga afscheid nemen. Ik heb een andere doelstelling, dus ik heb over vier jaar de petanksport leren kennen. En ik ben er zodanig van gepassioneerd dus dat ik nu competitie speel in de 50+, in de hoogste afdeling in Oost-Vlaanderen. Ik heb ondertussen ook, omdat er in Oost-Vlaanderen weinig jeugd is, mijn diploma gehaald als initiator, petank. En nu toekomstgericht ga ik dus initiatie geven aan jeugdpetank voor de petank bij de jeugd zo hoog mogelijk te krijgen in Vlaanderen. En misschien op nationaal niveau. We zijn er bij ons met de Arne Cochet. Arne, dikke proficiat. Recreatief sportlaureaat. In welk vak eigenlijk? Obstacle running voor mij. Dus ik heb 24 uur lang een obstacle run gelopen met tal van hindernissen. Dus ik ben ook blij dat ik hier gehuldigd mag worden daarvoor. 24 uur, zegt hij. Hoe kan een mens dat volhouden, 24 uur aan een stuk? Heel veel trainen. Ja, vooral lange afstanden lopen, voor- en na het werk. Ja, al een tijd die vrijkomt gebruiken. U bent niet alleen een proefstuk Twitter, u hebt nog prijzen binnengehaald. Ja, 3 jaar geleden heb ik zo'n 24 uur gewonnen daar. Ik heb ook het wereldkampioenschap meegedaan, ultra, op obstakelrunning. Dat was 50 kilometer. Dat zijn unieke ervaringen over de wereld. Staan er nog nieuwe projecten op stapel dat u zegt, ik ga mij daarop toeleggen nu, iets dat er nog afkomt? Ja, het was het doel om weer aan het WK mee te doen dit jaar. Maar de datum van de 24 uren die ik elk jaar doe, is nu verlegd de week voor het WK. Dus dat wordt moeilijk om die twee te combineren. Dus je moet keuzes maken. En welke keuze had het hoor? Waarschijnlijk toch weer de 24 uur. Na 12 jaar neem ik met een gevoel van trots en dankbaarheid afscheid van mijn functie. Het was een voorrecht om mogen bij te dragen aan het sportieve leven in onze stad. Mark, uw laatste officiële aangelegenheid waarschijnlijk? Ja, de allerlaatste. En 12 jaar actief geweest hier als schepen van sport, hè? Ja, 12 jaar actief, ja. Een abrupt einde zou ik zeggen. Ik had het mij anders voorgesteld, maar jammer genoeg is het niet zo. Dus wij zijn de verliezers, de winnaars, die vieren natuurlijk. En oké, het is nu aan hen om te bewijzen of het beter kan. Ik hoop alvast dat onze sporters en zeker onze clubs nog altijd de mogelijkheden gaan krijgen om investeringssubsidies en ook verbetering. Maar als ik mag geloven dat er eigenlijk allemaal in een programma stond, ja, dan zijn we naar de goede kant aan het opgaan. Een nieuwe sporthal, laat ons open. Ik ga eerlijk bekennen, de sportraad
Nienhoven is eigenlijk de best fungerende sportraad van gans België, denk ik. Als ik andere collega's schepen mag geloven op wat ze mij altijd verteld hebben, dat ze zeggen van Nienhoven, dat is uniek in Vlaanderen. Niet alleen in Vlaanderen, denk ik, maar ook buiten de Vlaamse grenzen. Ondertussen 5-maal wereldkampioen in de gevechtsporten. Sando Jim Mai van Thai Nienhoven. Gianni De Leu. Hey, dag Gianni. Gedacht dat u sportlaureaat ging worden hier in Nienhoven? Gedacht, ja, ik weet het niet. Er lopen heel veel talenten rond. Ik doe mijn best en het is mooi dat ik vandaag gewonnen heb. Vertelt u even aan onze kijkers hoe dat u die prijs gewonnen hebt. Wat voor sport doet u precies? Ik doe Thai-box, Muay Thai. Dat is een sport waar je je handen, je ellebogen, knieën en voeten mocht gebruiken. Ik ben er ook wereldkampioen in geworden. Het is mijn 5e keer ondertussen. En ja, ik doe mijn beste. En zoals vorig jaar heb ik ook gewonnen, dit jaar weer. Misschien volgend jaar nog eens. Hè. Vraagt dat veel tijd? Zover geraken? Zeker en vast. Ik ben in mei gestopt met werken. Ik ben sindsdien 2 keer per dag beginnen trainen, dus ik train bijna 8 uur per dag, 6 keer in de week. Dus je kunt rekenen dat dat een fulltime job is. Dus het vraagt heel veel tijd en heel veel discipline. Mikt u nog naar meer het komende seizoen? Ik mik zeker naar meer, er staat heel veel op plan. Ook nu meer dat ik bezig ben met defensie, staat er ook military games op, dat is nieuws. Dus ik hoop dat ik terug alles kan doen wat ik moet doen. Hè. We wensen u alvast veel succes in al uw projecten, bedankt. Dank u wel. Dank u.